Het Openbaar Ministerie heeft tot 5 jaar cel geëist tegen een inbrekersbende uit Boskoop en Waddinxveen. Hoe lang ze daadwerkelijk de gevangenis in moeten, zal over 2 weken blijken als de rechter uitspraak doet. De 5 mannen tussen de 19 en 22 jaar zouden in 2015 en 2016 tientallen inbraken hebben gepleegd in Boskoop, Gouda en Waddinxveen. Ze sloegen onder andere toe bij dit echtpaar in de Boskoopse Snijdelwijk. Toen zijn ze hier via het keukenraam binnengekomen. Daar zijn het huis ingelopen. Ze hebben eigenlijk het hele huis overhoop gehaald, overal gekeken. Maar in onze studeerkamer, daar hebben ze wat weg kunnen halen. De inbrekers nemen een laptop mee en een kistje met erin €300. De daders hebben alle tijd, want Jaap en zijn vrouw zijn op vakantie. Je zag dat ze, omdat ze in de wijk bekend zijn, ook in woningen in de wijk zelf inbraken. De voorverkenning vond daar plaats. Veelal mensen die op vakantie gingen, de caravan voor de deur hadden staan, vervolgens 2 weken lang niets veranderde aan de woning. In december 2016 wordt de inbrekersbende opgepakt. Het is een actiedag geweest, er zijn 80 collega's bij betrokken geweest, zijn op verschillende plekken naar binnen gegaan. De aanhoudingen zijn verricht, er zijn doorzoekingen gedaan. Na de arrestaties halen inwoners van Boskoop opgelucht adem. Nou, enorme verlichting natuurlijk, hè? Maar het kon ook zo niet langer. Mensen in de wijken waren bang. Ja, dat kan soms door het voorbijlopen van de woningshuis zijn geweest. Vernielingen, eventueel bepaalde gedragingen of houding. En mensen voelden zich geïntimideerd. Dus de sfeer die was behoorlijk verpest. En langzamerhand is gelukkig de verhoudingen zijn beter geworden. Want bewoners zien in dat ze zelf kunnen bijdragen aan veiligheid in de wijk. Daar waar we in 2014 0 buurtpreventieprojecten hadden, zagen we ineens wel heel veel buurtpreventieprojecten op gang komen. En inmiddels zijn er meer dan 10 in Boskoop, waardoor dus ook de burger zich medeverantwoordelijk voelt voor de veiligheid in de wijk. Inmiddels is het aantal woninginbraken in Boskoop met 60% gedaald. De gemeente heeft van alles aan gedaan om ook jongerenwerkers, Marokkaanse jongerenwerkers, in te zetten. En die proberen dus de hele groep eromheen op te voeden in de goede richting. Het gaat beter hier nu? Zeker. Zeker daarna is er zoveel minder gebeurd. En daarna voel ik me zeker veilig.